Wereldwijd wordt de strijd gevoerd tussen het democratische en het autoritaire systeem. Dit jaar hebben we kunnen zien waar die strijd toe kan leiden: oorlog in Europa, spanningen in de wereld. Aan het begin van de oorlog in Oekraïne heeft FMS haar achterban gemobiliseerd om direct steun te bieden aan onze partners en vrienden daar. Duizenden euro's en kilo's goederen hebben we opgehaald met onze solidariteitsactie. En dit geld is goed terechtgekomen. Maar er is meer nodig. Voor de mensen in Oekraïne, waar we het activistische en corruptievrije SD-platforma ondersteunen en willen blijven ondersteunen. Voor de oppositie in Belarus, waar we ondanks alles nog steeds training geven. Jongeren in het Midden-Oosten, die eindelijk democratische waarden willen afdwingen. LHBTI-bewegingen in de Balkan, waar we capaciteit opbouwen. En de allerarmste in de wereld, waar we met ons werk voor eerlijk ontwikkelingsbeleid een stem aan willen geven. Het belang van ons werk is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Maar de middelen om dat mogelijk te maken zijn niet meegegroeid. Daarom vragen we uw steun. Met een donatie van de mensen die ons een warm hart toedragen, kunnen we blijven werken aan de eerlijke en democratische wereld waar we in geloven. Hartelijk dank.